mijn huisje midden in Bloemdam. Dat is de naam van mijn nieuwe dorpje. En het ziet er al best wel nice uit. En als je afvraagt waar de naam Bloemdam vandaan komt, nou, ik zou zeggen, kijk één keertje achter me. Ja, dat is wel duidelijk genoeg, denk ik dan. Ik heb al een mooi blauw vlaggetje hier op mijn deur gehangen. En natuurlijk hebben wij hier binnen meneer generaal Kippie. We moeten nog steeds zijn name tag een keertje aanpassen, want hij is geen generaal meer. De oorlog is al voorbij, meneer Kippie. We hebben al gewonnen. Ja, dat is echt waar, meneer Kippie. Ik ga hier lekker naar mijn achtertuin lopen om lekker eventjes te ontbijten. Maar, oh nee. Oké, die moeten we eerst killen. Waarom staat daar een skeleton nou weer? Jongen. Ik wil gewoon even genieten in de achtertuin van mijn brood. Waar? Skeleton? Hallo, waar ben je? Hoezo ben je nou weer weggelopen? Stom, au, dat doet pijn. Oké, hij is wel dood. Oké, dat is beter. Waarom is er nog een skeleton? Waarom zijn er hier zoveel skeletons letterlijk? Dat is niet normaal. Allemaal op mijn huisje. Ik merk trouwens echt dat ik een kistje nodig heb. Ik heb zoveel spulletjes bij me. Dat is niet normaal. Ik heb ook nog zelfs Asian debris zie ik hier. Dus daar moeten we ook nog even een plekje voor vinden. We kunnen nog geen netherite maken. Want we hebben nog maar één van die Asian debris dingen. Je hebt er 4 voor nodig normaal. Maar wat gaan wij eens eventjes in elkaar zetten. Laten wij een kistje maken. En gelukkig hebben we al het hout ervoor wat we nodig hebben. Dat komt heel goed uit. Dan gaan we mijn kistje lekker hier neerzetten. Oké, dan doen we daar lekker wat bloemetjes in. En gewoon alle troep die ik niet meer nodig heb. Voor vandaag had ik het idee om een farm te bouwen. Dat leek mij namelijk wel super handig hier zo. Ik bedoel, wat is nou weer een Minecraft survival zonder een farmpje? Een farmpje is gewoon iets wat je moet hebben. Gewoon je eigen boerderijtje bij je huis natuurlijk. Dus ik denk dat ik hem hier zo'n beetje ga maken. Bij dit stukje water. Ik denk dat dit al een mooi stukje water daarvoor is. Dus ik ga even nog wat hout hakken. Ik bedoel, je hebt overal voor hout nodig letterlijk. En dan hebben we dirt nodig. En toevallig heb ik net super veel dirt in mijn kist gedaan. Dus dat kunnen we er dan weer eventjes uithalen. Dankjewel. Dan kunnen we hiermee mijn farm bouwen. En ik zit zo te kijken. Al bouwen we mijn farm gewoon letterlijk op het meertje hier zo. Dan zal dat betekenen dat wij gewoon plek hebben voor een farmpje. Dat we geen waterbuckets meer hoeven te pakken. Dus ik denk dat dat letterlijk is wat ik hier ga maken. Ik ga gewoon een farm bouwen die helemaal op het water loopt op deze manier. Ik denk dat dat echt top wordt. En dan tot hier. En dan gaan we er 2 rijen van bij elkaar maken steeds. Ik denk dat dan alles wel goed zou moeten groeien. Waarschijnlijk hebben we nog niet genoeg seeds om dit überhaupt in één keer vol te planten. Maar hey, uiteindelijk hopelijk wel ooit. Kijk, dat is perfect. Wil ik hier nog even een strookje erbij hebben. Ik heb alleen niet genoeg dirt, denk ik, voor dit strookje. Dus ik denk dat we zo meteen weer eventjes wat dirt moeten hakken. Nee, ik kom net wat te kort inderdaad. Ja, weet je, dat halen we een andere keer wel erbij. Voor nu hebben we tenminste een plekje voor ons farm. Uiteindelijk kunnen we die nog helemaal daar naartoe uitbreiden. Ik denk dat dat er al vet uit gaat zien. Maar wat we nu nodig hebben is een hoe. Dus laten we nog even wat materials bijpakken. Hallo kistje, ik heb eventjes kistje crafting table. Ik heb eventjes een hoe nodig, dankjewel. En hebben we hier dan ook toevallig wat seeds liggen? Zeg van wel. Oh nee, we hebben helemaal niks om te planten. Dat heeft meneer Kippie allemaal opgegeten zeker. En ik zie hier ook nergens... Oh, ik zie daar trouwens wel een beetje hooggras. Dat komt wel goed uit. We moeten echt even een paar seeds hebben namelijk, zodat we daarvan weer meer kunnen maken. Kijk, dit is dan weer helemaal top. We hebben alvast 1 seed. Oh, dit is altijd zo'n gedoe om seeds te krijgen in het begin van je survival. Uiteindelijk krijg je er zoveel dat je niet meer weet wat je ermee moet doen. Maar aan het begin zijn ze nog zo zeldzaam om te krijgen. En ik zie trouwens ook dat de zon onder aan het gaan is. En ik hou daar nooit zo van als de zon ondergaat. Maar ja, laten we maar voor nu eventjes hier zo het farmje maken. Ik krijg gelijk een achievement. Ik heb trouwens een ideetje. Ik weet namelijk dat er hier binnen botjes liggen. Nou, oké, 1 botje maar. Maar wat ik daar wel mee kan doen is, daarmee kan ik bone meal maken. En van bone meal kan ik dit sneller laten groeien zoals je kan zien. Hoppakee. En dan kan ik het weer hakken en krijg ik dan meer seeds. Yes, ik heb nu 3 seeds gekregen. En kijk, nu kunnen we er weer 2 bij maken. En plaatsen we daar nog een stukje bone meal. Hoppakee. Nou, dan zijn we tenminste ietsje verder met ons farm, oké? En misschien is het trouwens ook al een leuk idee om een dierenboerderijtje te maken hier ergens. Zodat we ook uiteindelijk dieren kunnen farmen voor eten natuurlijk. Dus misschien is dat leuk om hier achter te bouwen eventueel. Ik denk dat dat wel een nice ideetje is. Dus laten we even deze boom weghakken. Ik irriteer me er namelijk aan dat die hier gewoon zo random zit te vliegen. En laten we ook maar eventjes naar mijn bedje gaan. Ik hou er namelijk niet zo van als het nacht is. Dan komen er namelijk allemaal monsters. Klik natuurlijk op dat duimpje omhoog en klik op die abonneerknop hier beneden. We zitten namelijk bijna op de 400.000 abonnees. En misschien ben jij wel de 400.000ste. Slaap lekker allemaal. Ik hoop dat het snel een nieuwe dag is, zodat we weer verder
kunnen bouwen aan onze boerderijtjes. Oh, hallo meneer Kippie, dankjewel voor je eitje. Kijk, dat is lief van meneer Kippie. Meneer Kippie geeft me altijd eitjes. En daarmee kunnen we zo meteen misschien zelfs een taartje bakken. Dat zou toch lekker zijn? Ik denk dat ik dit een stukje ga uitgraven. Hier wil ik namelijk zo meteen alle dieren hebben. Maar dan moeten we natuurlijk wel een vlakke grond ervoor hebben. En ja, dit creepergat moet ook eventjes opgevuld worden, denk ik. 1, 2, 3. Kijk, dat is perfect. En dan is het denk ik ook handig. Al halen we nog even dit boompje weg. Echt, we hebben heel veel ruimte nodig, denk ik, voor deze dieren. En dan moeten we überhaupt nog dieren gaan vinden. Ik kom niet zoveel dieren hier tegen tot nu toe. Of, oh ja, trouwens, er loopt daar wel een kippie. We kunnen sowieso kippies gaan farmen. En we kunnen misschien iets doen met bijen. Want ik zie, jeetje, er zitten heel veel bijenkorfjes hier zo. Nou ja, dat komt alleen maar goed uit. Dan kunnen we namelijk lekker honing maken. Kijk, daar is... Oh nee, daar zit er geen één. Dat is hout. Maar daar zit er eentje. Daarachter zie ik bijen. Er zitten heel veel bijen hier. Want hier zit er ook weer eentje. Ook zet ik hier eventjes een crafting table neer. Zodat we makkelijker hier kunnen craften. Ik ga gewoon super veel sticks maken. Voor alle hekjes die we nodig hebben ook. Hoppakee, die in het midden. Voilà, 45 hekjes. Dat moet toch wel genoeg zijn, zou je denken. We zouden trouwens ook kunnen laten aansluiten op mijn tuin. Ik denk dat dat wel mooi is. Dan gaan we hier gewoon weer eventjes een muurtje maken. Ik ga letterlijk gewoon mijn schutting hier uitbreiden. Dit stukje jou moet eventjes weg. Je staat namelijk een klein beetje in de weg, oké, meneer de boom? Dankjewel. Bedankt voor het begrip. En dan die daar. Hoppakee. En dan hebben we nog wat muurtjes nodig. Oké, we hebben denk ik echt net tekort van deze muurtjes. Ja, want ik wil er nog 6 op hebben. Maar dit kunnen we sowieso wel vastmaken. Dus dat is wel helemaal top. Laten we dan ook maar kijken hoe we dit precies allemaal mooi eventjes gaan maken. Zo wil ik het hebben, denk ik. En dan wil ik hier tussen zo meteen allemaal hekjes hebben. Met poortjes natuurlijk ook. Dit wordt wel eventjes op deze manier soort van gebeld. Jeetje, ik heb honger. Even lunchpauze. En dan doen we hier ook nog een hokje voor een paar diertjes. Hoppakee. Dit is denk ik wel echt perfect. Dan heb ik daarvoor ook nog eventjes zo'n, laten we zeggen, 3 poortjes nodig, denk ik. Even kijken hoor. 1, 2, 3. Hoppakee, dat is perfect. Die zetten we daar, daar en daar. Dan kunnen daar de dieren naar binnen. Hier tussen gaan we dan weer een hek bouwen natuurlijk. Dan doen we die daar zo. Daar zit ook weer 3 tussen. Dus dat komt goed uit. Dan heb ik er nog precies 2 over. En dat komt echt perfect uit. Kijk dan. Dan wordt dit dus het plekje voor het hele farmpje. Hier doe ik wel van deze slabs op. Anders kunnen de dieren er zo meteen overheen springen. Dat moeten we ook niet hebben natuurlijk. En hier tussen gaan we dan alle hekjes doen. Ik heb er super veel gemaakt. Dus dat moet wel goed uitkomen, zou je denken. En dan doen we hier ook nog een paar hekjes. Hoppakee. En hierachter wil ik dan denk ik allemaal cobblestone muurtjes hebben eigenlijk. Zodat het een beetje afgescheiden is van de achterkant daar zo. Alleen moeten we dan denk ik eventjes wat steen gaan hakken. Ik heb namelijk niet al te veel steen. Ik heb hier wel een plekje met een soort van mine eigenlijk. Hier haal ik tegenwoordig namelijk al mijn cobblestone vandaan. Ik heb ook nog een paar toortjes, dus dat komt goed uit. Dus we gaan gewoon lekker naar beneden graven. Misschien is het trouwens ook handig. Al gaan we dit eventjes een klein beetje uitbreiden. Nu we toch hier alleen voor steen komen, kunnen we net zo goed alles hier net wat groter maken. Dus dan doen we dit. En dan gaan we hier hakken. Oh, hier ligt gewoon kool. En oké, dat water, dat stroomt daar heel apart. Maar op deze manier kunnen we hier zo meteen gewoon een trappetje leggen natuurlijk. En dan kunnen we nog sneller naar boven en naar beneden gaan. Dat is wel echt een must eigenlijk in deze mine. Oh my god, ik hak hier letterlijk 1 blokje naar beneden. En er zit hier een cave onder. Wacht, oké, dit wil ik zien. Dit wil ik zien. Hoe kan dit nou weer? En er ligt hier allemaal iron. Het is hier heel donker. Alleen, er lagen hier ook botten. Ik weet niet of ik dat zo fijn moet vinden. Ik ga hem nog niet helemaal verkennen. Ik wil wel even het iron meenemen en wat kool meenemen. Dat komt ook altijd super goed uit. Maar we moeten uitkijken voor monsters hier binnen. Ik hou namelijk niet zo van monsters in Minecraft. Maar dit komt wel echt perfect uit. Dat iron kunnen we namelijk ook super goed gebruiken. Ik had namelijk nog geen iron, dacht ik. Terwijl iron wel echt een item is wat super handig is natuurlijk. Ik heb hier wat kool meegenomen. Dan nu nog de iron. Hoeveel hebben we hier? Oké, we hebben... Oh, er zitten wel heel wat stukjes eigenlijk. Dat is helemaal top. En waar was mijn ingang? Die was hier. Dus dan moet ik eigenlijk hier zo verder graven, zou je denken. Maak ik eventjes een tijdelijke deurtrap hier zo. Ja, ik denk dat ik wel genoeg cobblestone heb. Nee, er zit geen iron. Ik dacht heel veel dat ik daar iron zag. Maar ik denk dat ik wel genoeg cobblestone heb voor die muurtjes. We hebben zoveel niet eens nodig namelijk. Even kijken, hoe gaat het met de farm? Nou, dat schiet toch niet zo heel erg op. Jeetje, wat duurt dat lang met die farm. Hallo, meneer Kippie. Ik heb trouwens wel weer 1 seed erbij, zie ik nu. Dus die gaan we er gewoon bij leggen. Kan die ook gelijk lekker groeien, alsjeblieft. En dan hebben we nu nog wat van die muurtjes nodig. We hebben er 1, 2, 3, 4. 4 keer 6, dus dat is 24. Oh, ik heb het verkeerde gemaakt. Oh nee, ik heb slabs. Ah, trouwens, slabs hadden we ook nodig. Dus dat komt goed uit, maar ik heb letterlijk het verkeerde gemaakt. Hier hadden we er namelijk niet zo heel veel van nodig als van die muurtjes. Maar gelukkig hebben we zoveel steen gehakt dat we waarschijnlijk...
waarschijnlijk niet uit gaat maken. Zo, hebben we er daar ook 24 van. Gaan we die hier er mooi eventjes achter plaatsen allemaal op deze manier. Kijk dan, dit gaat er echt vet uitzien als dierenfarmtje, hoop ik. Dat is tenminste wel de bedoeling namelijk. Gaan we hier nog een muurtje erop zetten. Hetzelfde geldt voor daar. Voilà, hoppakee, alles staat. Ik moet zeggen, ik vind het er wel heel vet uitzien. Het begint er echt uit te zien als een fort op deze manier ook gewoon. Omdat er natuurlijk ook allemaal muren nu aan het maken zijn, soort van. Dus hier kunnen nu ook al minder snel zombies komen als het goed is. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Ik ga er wel even wat lichtjes bij zetten natuurlijk. Gelukkig hebben we ook weer wat kool gehakt. Dus dan kunnen we nog weer wat extra torches maken. Hoppakee. En dan gaan we ook even in de hokken wat lampjes zetten. Het moet namelijk gewoon een heel zombievrij hokje worden zo meteen. En ik zit zo te kijken. Misschien is het namelijk al een beetje handig. Al trekken we deze muur nog een klein stukje door hier zo. Dus dan doen we even dit zo. Daar een blokje dirt onder. En dan zet ik hier gewoon nog even een hekje neer op deze manier. Deze moeten we trouwens zo pellen. En hier een slabby erop. Zo kunnen er tenminste echt van deze kant geen zombies komen. Doen we daar nog een lichtje erop zelfs. En ik denk dat ik deze boom voor nu ook nog eventjes weghaal. Die staat hier namelijk een heel klein beetje erg in de weg. Uh-oh, mijn bel is alleen wel op. Daar moeten we even een nieuwe voor maken snel. Hallo, ik wil een nieuwe hakbel. Dank u wel. Hé, dat rent. Hier aan de voorkant moeten we uiteindelijk natuurlijk ook super veel dingetjes gaan verlichten. Maar voor nu hebben we tenminste dit als ons gebiedje echt. Oh ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog wat dieren nodig. Laten we maar eventjes gaan slapen. Dan komen er namelijk sneller, als het goed is, wat diertjes die we in ons farm kunnen doen. Als het dag is dan tenminste. Goedemorgen wereld! Alrighty, wat hebben we nodig? We hebben seeds nodig. Maar ja, één seed hebben we sowieso nodig. Dus laten we even kijken waar we wat gras kunnen halen. Uh-oh. Oh, 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 nee. Ah! Waarom staan hier zoveel zombies? Ik sta aan brand, ik sta aan brand, ik sta aan brand. Ga dood, stomme zombie. Ah! Oh, au, au, au. Die is dood. Oh, en er loopt hier een kip. Hallo, kip. Oké, die kip wil ik vangen. Heb ik seeds hier? Oh, nee. Oh, nee, 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 nee. Niet de creeper, niet de creeper. Het is hier veel te mooi om te exploderen, meneer de creeper. Doe het niet. Oh, my god. Nee, 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 nee. Oh, die is dood. Ik heb seeds. Yes, ik heb seeds gevonden. Hallo, meneer de kip. Dit is natuurlijk niet meneer Kippie, maar dit is een andere kip. Maar ik wil deze kip wel eventjes mee hebben. Meneer de kip, kom eens even mee. Oh, en hij heeft een eitje gelegd. Dankjewel. Jij wordt voor mij het eerste diertje die met mij meegaat naar de het dierenparadijs. Kom maar mee, meneer de kip. Het wordt superleuk. Je gaat de tijd van je leven hebben. Hij mag dan natuurlijk niet bij meneer Kippie wonen. Ik bedoel, meneer Kippie woont bij mij. Maar deze kip, die hebben we puur om te farmen. Dus kom maar mee, kom maar mee. Oké, aan welke kant zouden we de kippen zetten? Ik denk dat ik de kip hier ga zetten gelijk. Hé, een appel! Kom maar, meneer de kip. Kom maar, ik was heel even afgeleid door mijn appel. Ik weet het. Kijk eens, dit is jouw nieuwe hokje. Gefeliciteerd! En dan kan ik nu lekker deze appel eten. Ik heb nog veel meer dieren nodig natuurlijk. Maar waar zou ik die kunnen vinden? Die kip was namelijk het enige diertje wat ik hier... Oh, ik zie daar nog een kip. Oh, dat komt goed uit. Dan kunnen we namelijk vanaf dat moment de kippen gaan farmen. Uh-oh, uh-oh. Oh, nee. Nee, 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 nee! Nee, niet weer een skeleton. Jongen, jongen. Hallo, kippie. Kom maar. Oh, hij heeft ook een eitje gelegd. Alle kippen leggen eitjes hier voor mij. Wat lief van ze. Kom maar met me mee, meneer de kip. Kan je zwemmen? Oké, het ziet er niet echt naar uit dat hij goed kan zwemmen. Volgt u mij maar naar uw nieuwe... Hé, kip. Volgt u mij maar naar... Kip, kom! Oh my god, deze kip luistert... Oké, nu luistert hij wel. We zijn erbij. Nou, we zijn erbij. Oh, niet tegen een boom aanlopen, maar nog niet helemaal. Kom maar mee. Oké, hoe gaan we deze kip erin brengen? Ik zit zo te kijken. Wat nou? Al maken wij hier eventjes tijdelijk... kom maar, kippie. Jij mag met mij mee. Kippie, kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, dit vind jij leuk, hè? Dit vind jij leuk, hè? Kom maar naar binnen. Hebben we hem? Ja, we hebben hem. Let's go. En ik heb hier dan nog een paar eitjes. Dus laten we die ook gelijk erbij gooien. Om te kijken of er een kuik... Oké, er komt geen kuikentje uit. Dat vind ik wel jammer. En die seeds voeren we ze later wel. We moeten ze eerst farmen allemaal. Alle seeds die we hebben. Ik ga ook gelijk weer wat boommeel erbij pakken. En dan kunnen we alles even farmen. Dan krijgen we even wat extra seeds die we heel hard nodig hebben. Kijk, nu is het farm nog een stukje groter. Eigenlijk wil ik ook hier iets van een pad hebben. Dus ik ga even een paar bloempjes weghalen hier. Zo, het spijt me bloempjes. Ik ga straks weer een paartjes terugplanten natuurlijk. Ik bedoel, we moeten wel genoeg bloemen hebben in Bloemdam. Ik bedoel, deze stad heet niet voor niks Bloemdam. Hier kan ik namelijk op deze manier zo een paadje laten lopen, zoals je kan zien. Dan laat het er een beetje rommelig uitzien natuurlijk. Want dat ziet er wat vetter uit, vind ik zelf altijd. Maar dit wordt dan... Oh nee, mijn schep is op. Oké, dat is foutenboel. Maar dan maken we gewoon even een nieuwe. Oké, zo foutenboel was het nou ook weer niet. Dan gaan we hier gewoon het pad maken. Die mooi naar de diertjes loopt op deze manier. We moeten de crafting table wel eventjes weg. Die staat nu een beetje in de weg namelijk. Die zetten we maar even hier erop. En dan hebben we
dus zo een mooi pad naar alle diertjes toe, vind ik zelf. Ja, oké, misschien moet hij ietsje meer doorlopend zijn op deze manier. Zodat je er wel een soort van kan komen zonder over het gras te lopen. Kijk, dat is een stuk beter. En dan gaan we weer allemaal bloemetjes terugplanten. Hier wil ik sowieso allemaal blauwe bloemetjes hebben bij mijn huis. Hier wil ik alle roze bloemetjes hebben. Ook hebben we nog een paar hogere roze bloemetjes. Die gaan we er even tussen zetten, mooi. En nog een hoog rood bloemetje. En dan kan je tenminste weer zien dat we in Bloemdam zijn. Oh, ik vind het er echt vet uitzien trouwens hier zo, dit kleine stukje. Ik ben hier echt heel erg tevreden mee. Laten we hier wel nog even een paar lampjes zetten voor de zekerheid. Het moet goed verlicht zijn natuurlijk. Maar nee, ik ben er echt heel blij mee. Oeh, en de kip heeft weer een ei gelegd. Dankjewel meneer de kip. Komt er een kuikentje uit? Waarom komt er nooit een kuikentje uit bij mij? Ik ben naar één dingetje trouwens super benieuwd. Ik heb hier namelijk, als het goed is, nog een lied liggen. Dat klopt. En ik zie hier de hele tijd super veel bijen. Dus kan je een bij aan een lied vastmaken? Oké, precies als ik zeg dat er veel bijen zijn, zitten ze allemaal hier binnen. Kom naar buiten! Oké, ik hoorde wel een geluidje. Ik weet niet of ik hier zo blij mee moet zijn. Ik ga hier maar snel weg. Aan de andere kant zag ik volgens mij ook nog een bij vliegen. Ja, daar vliegt er eentje, daar vliegt er eentje. Oké, ik hoop dat hij niet naar binnen gaat. We moeten hem niet bang maken. Hij zit daar op een bloem. Kan dit... Oh my god, dit kan. Dit kan. Ik heb letterlijk een bij aan een lijntje. Wat? Oké, dit wist ik niet. Dit wist ik niet. Maar dit is zo vet. Betekent dit dat wij letterlijk gewoon hier een eigen huis bij kunnen nemen nu? Oh my god. Oké, waar gaan we hem neerzetten? Waar gaan we hem neerzetten? Oh, dit is zo vet. Laten we hem anders hier zo neerzetten. Hoppakee. We hebben nu gewoon onze eigen huis bij. En hoe zullen we hem noemen? Wat vind jij een leuke naam? Ik heb een leuke naam. We noemen hem Zoomy. Zoomy de bij. Oh, dat is een superleuke naam. Ik hoop dat Zoomy de bij het hier een beetje naar zijn zin gaat hebben. Hij heeft superveel bloemetjes tenminste hier al. Dus dat moet wel goed komen. Uh-oh, het is wel weer een nacht aan het worden. Zoomy, ik wens jou een hele fijne nachtrust hier buiten. Veel plezier. En er komen hier als het goed is geen monsters. Het is hier goed verlicht, Zoomy. Dus het komt helemaal goed. Jij kan gewoon lekker op de bloemetjes zitten. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Fijne nacht, Zoomy. Oh, meneer Kippie. Wat doen jullie in mijn huis? Oh my god. Oh my god. Ga dood. Meneer Kippie, wat is dit? Dit zijn toch geen nieuwe vrienden van je of zo? Oh my god. Meneer Kippie, hoe zijn ze binnengekomen? Hoe bedoel je dat, weet je niet? Ah, jongen, meneer Kippie. Je hebt het toch gezien of niet? Oh, je lag te slapen. Ja, dat kan ook gebeuren. ik ga nu tenminste wel mijn bedje in. Zoomy, die zit daar lekker buiten. Meneer Kippie, heb je Zoomy al gezien? Nou, dan laat ik hem je binnenkort zien, oké? Okay? Slaap lekker! Ah, dat was me weer een dag. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op die duimpjes omhoog. Klik ook op de abonneerknop hier beneden. En klik op een van de twee video's die hier naast mij kunnen zien staan. Want die moet je echt gezien hebben. Waar wacht je op? Klik erop. Ze zijn super leuk. Ze gaan alleen wel verdwijnen binnen 5, 4, 3, 2, 1.